Mag ik u eerst complimenteren dat u hier bent in Meersen? Want u bent druk met de Tweede Kamerbeschouwingen. Ja, gisteravond om 12 uur begonnen wij met de stemming. En ik was om 3:30 thuis. Dus het was een korte nacht. Dus toch hier, waarom? Omdat ik dat beloofd had. En ik ben er de laatste 4 jaar ieder jaar bij geweest. Dus belofte maakt schuld. Ik kan niet de hele dag blijven. Ik moet om 2 uur in Antwerpen zijn. Maar het was natuurlijk makkelijk geweest om van Den Haag rechtstreeks naar Antwerpen te rijden. Maar ik, met plezier ben ik hier. Nou, u zegt al, u heeft alle jaren nog meegedaan. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Als je de cijfers kent en je weet hoeveel mensen omvallen. En in mijn eigen vriendenkring heb ik ook het zien gebeuren. Een vader van 38 jaar met 4 kleine kinderen. Dan weet je dus wat een enorme impact dat is. Niet alleen voor dat ene mensenleven, maar dat hele gezin. En als we er iedereen die we kunnen redden, moeten we redden. Nu is er sprake van om reanimatie als vak te gaan geven op de middelbare school. Wat vindt u daarvan als CDA-lid? Ik zou dat toejuichen. Ik zou dat toejuichen. Maar u heeft gisteren ook de beschouwingen gevolgd. Ik verwacht niet dat dat in 2010 gaat gebeuren. Want die poppen die zijn niet voor niks. Dus er moet enorm geïnvesteerd worden. En dat geld is er op dit moment niet. Maar de scholen hebben natuurlijk nu al de mogelijkheid om binnen het vak verzorging hier aandacht aan te besteden. En ik weet dat er ook heel veel scholen zijn die samenwerking hebben met bedrijven. En dat er ook een goedkopere versie pop op de markt is. Dus vanuit het lump sum budget wat de scholen hebben, zouden ze natuurlijk ook zelf al het nodige kunnen doen.